Dit was geen verstandige actie. En zoals Maxima dat in het verleden wel eens tegen Willem-Alexander heeft gezegd, van het is een beetje dom. Social media. Een bericht versturen via Twitter voor burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst kwam deze tweet hem op aardig wat reacties te staan. En niet allemaal positief. Communicatiedeskundige Joop Maas begrijpt wel waarom. Hij heeft zich niet gerealiseerd dat hij als burgemeester een publieke functie heeft. Of hij nu twittert als persoon of als burgemeester, hij is altijd de burgemeester. Ik vind het opvallend dat mensen die dus vaak getraind zijn, dat zijn bestuurders, dat die, als het om een middel als Twitter gaat, opeens hele andere normen hanteren. De Groese wethouder Johannes de Bat heeft ook een mening over zijn CDA-collega in Hulst, maar die uit hij niet publiekelijk. Ja, daar reageer ik dus niet op. En dus ook niet op Twitter. Dat doet hij trouwens al een tijdje. Gemiddeld 3 berichten per dag. Maar je kunt hem niet op ongepaste berichten betrappen. Ik twitter heel onbewust. Dus als ik denk ik ga twitteren, dan doe ik dat. Ik denk wel vervolgens altijd als ik de tweet af heb van wil ik deze ook echt versturen. En dan wist ik er ook wel eens één. En soms wil je toch reageren, maar niet zeggen wat je wil zeggen. En dan ga je wat cryptischere tweets maken. Soms heb je zin om te reageren op een artikel in de krant. Maar het is het gewoon beter om dat niet te doen. Kijk, op het moment dat je zo met Twitter omgaat, denk ik ook niet dat het helemaal de bedoeling is. Je gaat hier nu eigenlijk iets aanroeren van ik wil eigenlijk iets zeggen, maar ik doe het toch lekker niet. Ik denk wel dat het de bedoeling is van een bestuurder om de standpunten die hij heeft heel duidelijk naar voren te brengen. Er zijn meer Zeeuwse politici die zich begeven op Twitter. 1/3 van de bijna 60 wethouders en burgemeesters heeft een account. De een gebruikt het vaak, de ander wat persoonlijker. En de ander nooit. En speciaal voor hen een paar handige tips van de expert. Wat is de toegevoegde waarde van mijn bericht? Wil ik dit wel aan iedereen kwijt? Hoe formuleer ik het zo dat het maar op één manier te interpreteren is? Welke reacties kan ik verwachten? Kan het mijn organisatie schaden of mijzelf? Laat je niet te veel leiden door de situatie. Nou, Twitter is een fantastisch medium, maar let wel op wat je ermee doet.